heeft hij nou iets gezegd over van kies echt wat er een jaar gaat gebeuren? Want weet je, dat is eerst. Hij heeft 6 keer gezegd maximaal een jaar. Ja. 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 Maar wij zijn binnengekomen. Wij hebben al een betrouwbare bron genomen. Deze bron op de kost van de nee, joh. Het is politiek. Ik heb het opgegeven, maar dan krijg je er niks voor. Nee, nou, ik heb het zo amateuristisch te zijn. Nou, het lastige is, kijk, je ziet er op dit moment op die manier in een fase dat het eigenlijk niet zeker is of hier überhaupt wat van komt. Dus kijk, en het besluit komt dus volgende week is het de inspraak. En dan 2 februari praat de gemeenteraad erover. En uiteindelijk neemt de gemeente, neemt het college 16 februari definitief besluit. En over een jaar staat het er nog. Ja, ik kan die zondag niet bij u wegnemen, dat begrijp ik. Ja, ik de politiek zegt, de politiek zegt het is een jaar. En de politiek zegt dit en het gebeurt dat. Een kwartje kok zou ook, het zal maar een paar jaar zijn. Goedenavond burgemeester, wat is uw eerste indruk van deze avond? De avond verloopt goed. Wij hebben als gemeente duidelijk gecommuniceerd over het doel van deze avond. We hebben ook duidelijk gemaakt dat iedereen in principe welkom is, bij voorkeur de omwonenden, maar dan wel met legitimatie en zich laten registreren. Daarmee hebben we voorkomen dat mensen niet anoniem binnen kunnen komen om te railschoppen. Er worden heel veel vragen gesteld en de gesprekken die we voeren zijn goed. Er valt met de meeste mensen heel goed te praten. Dus al met al is het een heel geslaagde avond. De avond is nog niet voorbij, maar tot nog toe loopt het heel goed. Ja, dank u wel. Hartelijk bedankt voor dit kort interview. Graag gedaan. Wel zijn onderhand. Door hier ter plekke. Ze krijgen hier onderwijs. Nou ja, dat is een rechtvaardigde eis die hier al meer is uitgesproken. Stel dat ze naar buiten gaan, hoe gaan we daar mee om? Die gaan natuurlijk hier naar buiten. En dan zullen we daar toch intensief toezicht op moeten hebben. Maar als er zo'n mannetje naar de stad gaat, gaat er alleen maar mee. Of als er een groep van 5 mannen gaat, er een mannetje mee. Die signalen zijn duidelijk, daar moeten we het wel over gaan hebben, ja. Want ik denk dat het wel heel belangrijk is. Maar anderzijds, ik woon vlakbij Kamphuis Ahoy. Daar zitten wel eens 150, 200 kinderen. Die komen ook bij mij langs, met z'n 10, met z'n 20 wel eens. Dan bel ik ook niet gelijk de politie, hey, hier lopen 10 man. Maar die zijn er maar een week, hè? Nogmaals, we zullen toch maatregelen moeten nemen om het zo veilig mogelijk te maken. En ik hoop, dat terug te draaien. We zitten in de procedure. Nogmaals, ja, maar de raad maar ze hebben het al gehuurd? Nee, absoluut niet. En het duurt het ook? Nee, want er moet nog een heel hoop voor gebeuren. Okay. Je zit ook met gebruiksvergunningen en dergelijke waar men ook weer bezwaar en beroep tegen kan maken. Dus ook dat is nog mogelijk. Ja. Je zit nou echt in de fase van, wat zegt politiek Oosterhout hiervan? Ja, maar wat er gebeurt, als de relatie net zich meer. En zodra ze hier weg zijn, dan komt de rust bij jullie terug. En dan komt het weer ergens aan. Ja, dan gaat het.